Op 14 mei 2017 schoot Dirk Kuyt Feyenoord met 3 treffers tegen Heracles hoogpersoonlijk naar het eerste kampioenschap sinds 1999. En exact een jaar later presenteert hij in Donner aan de Coolsingels een biografie, Het Geloof in Succes. In het boek beschrijft Kuyt uitvoerig zijn laatste periode bij Feyenoord. Wat met name opvalt is zijn vertroebelde relatie met trainer Giovanni van Bronckhorst, die hem in het kampioensjaar naar de bank had verwezen. En ik zie het totaal niet als een afrekening. Ik zie het gewoon als een heel interessant proces vanuit mijn oogpunt, vanuit mijn beleving, hoe ik, hoe ik het beleefd heb. En mijn gevoel is daar gewoon perfect op beschreven. En ja, ik denk dat ik dat in het boek ook aangeef, dat ik ook niet altijd gelijk heb, dat ik mezelf ook kwetsbaar opstel, dat ik ook dingen achteraf beter had kunnen doen. En wat ik zeg, als de mensen het hele verhaal lezen, dan begrijpen ze dat je zeg maar in het topsport, maar ook sowieso in het leven, ja, dat het niet altijd roze geuren maneschijn is, maar dat je er toch voor kan zorgen om met z'n allen succes te hebben. En ja, dat is denk ik in het boek perfect weergegeven. En als mensen zeggen het is een afrekening, nou, zo heb ik het in ieder geval niet bedoeld. Maar iedereen mag daar natuurlijk zijn eigen mening op hebben. Als je het boek leest, blijkt dat Kuyt veel bij Feyenoord te zeggen had. Zo was hij nadrukkelijk betrokken bij de komst van Steven Berghuis en assistent-trainer Jan Wouters. En wilde hij vlak voor de verloren kampioenswedstrijd bij Excelsior, in plaats van trainer van Bronckhorst, de groep toespreken. Je moet wel zeg maar, dingen niet uit het verband trekken. Kijk, Wouters is niet door mij gekomen, maar in het boek staat bijvoorbeeld beschreven dat in vertrouwen hij bij mij op de koffie kan komen, zodat Van Geel het gesprek met hem kon voeren. Alleen ik op dat moment had mijn huis ter beschikking gesteld om die gesprekken te kunnen voeren. Kijk, ik heb het verhaal vanuit mijn waarheid geschreven. En op het moment met Excelsior komen spelers vooraf naar mij toe van hey, het is een beetje dode boel, zoals we eigenlijk dat allemaal voelden. En de trainer zelf dat voelde, de spelers dat voelde, ik ook. En ik loop vlak voor de wedstrijd naar de trainer toe en zeg, trainer, de spelers willen dat ik de groep nog even toespreek. Vind je dat goed? En hij zegt, nou ja, is goed, ik doe het. En achteraf hebben we dat met elkaar besproken en zegt hij van ja, ik heb alleen maar verstaan in het heetst van de strijd van doe jij het of doe ik het? En toen zei de trainer, ik doe het. En ik denk dat, ja, dat Van Bronckhorst ook daar laat zien dat hij gewoon de baas was. En zo hoort het ook, want hij was de trainer. Feyenoord laat vandaag in een statement weten dat ze zich niet herkennen in de passages van Dirk Kuyt. En dat is opmerkelijk, zeker omdat Kuyt volgend seizoen officieel terugkeert bij de club. Dan als trainer van onder de 19. En in die hoedanigheid zou hij ook weer met Van Bronckhorst te maken krijgen. Ik heb totaal geen problemen met Van Bronckhorst. Juist heel erg veel respect, nogmaals, als trainer en als mens. En wij hebben gewoon bepaalde dingen meegemaakt. Maar op het moment dat je eens een keer niet met elkaar eens bent of oneens bent, omdat ik niet speel en vind dat ik wel speel, dat wil nog niet zeggen dat je niet met elkaar kan werken. Ik denk dat juist noodzakelijk is in topsport dat je het soms oneens met elkaar bent, dat je dat ook mag zeggen, maar uiteindelijk het gezamenlijke doel nooit uit het oog verliest.